Weigen nu opgave 8 van paragraaf 2 van de redoxreacties hoofdstuk 5 WWO uitwerken. In opgave 8 willen ze weten of een redoxreactie wel of niet plaatsvindt, als het plaatsvindt of het aflopende of in evenwicht is en natuurlijk wat voor redoxreactie plaatsvindt. Als wij de eerste pakken, daar staat een blokje aluminium wordt in een krom 3 chloride oplossing gedompeld. Dat betekent, wij hebben vast aluminium, wij hebben krom 3 chloride oplossing, dat is een zoutoplossing waarbij de ionen vrij uit elkaar komen. Dus ik heb krom 3 plus ionen, chloride ionen. En natuurlijk, bij redoxreacties moeten wij altijd het water ook meenemen, want soms kan het zijn dat het water meedoet in de reactievergelijking. Als ik binas ga pakken in tabel 48, zie ik aluminium vrij onderin bij de sterke reductors. Dus ik weet dat aluminium gaat dus aluminium 3 plus geven plus 3 elektronen. Aluminium is dus onze reductor. Als ik krom ga bekijken, krom staat vrij laag bij die oxidatoren. Hij is een oxidator, maar niet een heel sterke. Wij zien dat krom, 3 plus, kan 3 elektronen opnemen en daar wordt vast krom van gemaakt. Het is belangrijk ook om meteen onze standaard elektropotentiaal op te nemen, want die hebben wij nodig om te weten of de reactie aflopend of in evenwicht of überhaupt verloopt. De standaard elektropotentiaal van onze reductor is min 1,66 en van onze oxidator is min 0,74. De standaard elektropotentiaal verschil voor deze reactie, wij doen altijd oxidator min reductor en hier hebben wij dus 0,92 volt. Dit getal is groter dan 0,3, wat betekent dat deze reactie verloopt, is spontaneus en hij verloopt aflopend. Iets dat we moeten altijd goed meekijken als wij een totaal redoxreactie gaan opschrijven, is dat die elektronen gelijk zijn. Wij zien hier dat krom moet 3 elektronen opnemen en dat aluminium 3 elektronen afgeeft. Dat betekent dat als ik mijn totaalreactievergelijking ga opschrijven, die elektronen gaan al weggestreept zijn met elkaar. Want het is belangrijk dat in mijn totaalreactie geen elektronen te zien zijn. Dus mijn redoxreactie is aluminium plus krom 3 plus ionen wordt aluminium 3 plus ionen plus vaste krom. Kan ik hier ook vast aluminium bijvoorbeeld opschrijven. Dit is dus de uitwerking van 8a. Ik wil ook met jullie 8b alvast pakken. Het vraag 8b gaat over zuurstof die borrelt door een aangezuurde oplossing van kaliumiodide. Dus er zit heel veel daar. Wij hebben zuurstof, oftewel wij hebben O2. Wij hebben een aangezuurde oplossing. Dat betekent een oplossing met een lage pH, oftewel met veel H-plusjes in oplossing. Wij hebben een kaliumiodide oplossing en dat is dus, kaliumiodide is een zout die ook uit elkaar valt. Ik heb dan kaliumionen en iodide ionen en natuurlijk het is een oplossing, dus ik heb ook H2O. Als je hier kan zien, moeten wij heel veel gaan opzoeken in tabel 48. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik begin altijd bovenop bij de oxidatoren. En ik zie hier vrij bovenop O2 plus 4 H-plusjes plus 4 elektronen. Dat betekent dat zuurstof in een aangezuurde milieu kan als een vrij sterk oxidator reageren tot 2 H2O.
Niet vergeten om meteen de standaard elektropotentiaal op te schrijven om te weten of de reactie wel of niet plaatsvindt. Wie is dan nu mijn reductor? Nou, mijn reductor, ik zie hier 2i-, oftewel 2 iodide-ionen. Het is een beetje moeilijk, want jij ziet hier de iodide-ionen 3 keer met precies dezelfde standaard elektropotentiaal terugkomen. Welke zou je dan moeten pakken? Kijk maar naar wat ze maken. Eentje maakt iod, dat is I2. Eentje maakt vast iod, dat is I2S. En eentje maakt I3-. Als in de vraag niet staat opgeschreven dat een vaste stof ontstaat of dat een complex ion ontstaat, ga je zo dan de I2 pakken. Dus ik zie dat 2I- maakt I2 plus 2 elektronen. Nou, ik heb dit opgeschreven natuurlijk niet vergeten om mijn standaard elektropotentiaal op te schrijven. En wat moet ik nu doen? Natuurlijk mijn totaalreactie opschrijven. Ik kan deze reactie niet zomaar optellen, want hier gebruik ik 4 elektronen, maar hier geef ik alleen maar 2 elektronen af. Dus dat betekent dat ik moet dit keer 1 en dit keer 2 doen. Als ik dat doe, dan weet ik dat O2 reageert met 4 H-plusjes en 4 iodide-ionen tot 2 H2O en 2 I2. Dit is dus mijn totaalreactievergelijking zonder elektronen erbij. Verloopt de reactie nu wel of verloopt de reactie niet? Ik moet dus mijn standaard elektropotentiaal verschil even gaan berekenen. En dat is natuurlijk oxidator min reductor. En mijn standaard elektropotentiaal verschil voor deze reactie is 0,69 volt. Dat is groter dan 0,3. De reactie is weer aflopend en hij gebeurt spontaan. Dus dat is hem.